Zo, dames en heren, van harte welkom. Ik hoop dat u kan genieten van uw nieuw meubilair, omdat u er snel aan gewend wordt. De wedstrijd is afgelopen en zoals altijd spreken we dan even af met de twee coaches om eens te horen wat hun analyse is van de wedstrijd. En zoals altijd gaan we eerst eens luisteren naar de bezoekende coach, meneer Yannick Ferreira. Alsjeblieft. Ja, eerst proficiat aan en in hele staf, de ploeg en de supporter van Gent voor die overwinning. Dan ja, we zijn aan die match begonnen, misschien een beetje nerveus of we hebben natuurlijk veel respect getoond, iets te veel misschien in het begin van de match. En, maar toch hebben we niet veel weggegeven in de eerste helft. We hebben goed verdedigd, we zijn ons goed aangepast aan Gent. We hebben een paar keer kunnen prikken in de tegenaanval, dus ja, het was natuurlijk de bedoeling van goed te verdedigen en van in tegenaanval toch iets te gevaar te kunnen creëren. Jammer genoeg hebben we niet kunnen scoren. We krijgen die doelpunt tegen op de eerste echte open kans van Gent. En dan in de tweede hebben we iets meer gedurfd. Hebben we meer vooruit durven spelen. We hebben een paar mogelijkheden gehad. Nooit echte kansen. Maar toch mogelijkheden. Als de laatste pas of de laatste voorzet goed was, had het misschien beter geweest zijn. Of had het in een doelpunt kunnen resulteren. Jammer van die trap op de lat op een kwartier voor tijd. Maar voilà, ik heb het indruk dat het meer in zat vandaag. We hebben gewokt, we hebben ons best gedaan. Met onze kwaliteiten, met onze minpunten ook. En ik zei het net na de match tegen de spelers. De enige spijt dat ik heb is de score eigenlijk. Want we hebben gewokt, we hebben alles gegeven. Met foutjes natuurlijk. Maar ik ben, behalve het score, ben ik fier op de spelers. Mag ik even informeren naar de toestand van Junior? Ja, Junior heeft dus geen rib gebroken, wel een serieuze kneuzing, maar geen gebroken rib. Oké, dat is goed. Bedankt, meneer Ferreira. Gaan we eens luisteren naar wat Hein te vertellen heeft. Winnen met het kleinste verschil, de 3 punten zijn binnen, that's it. Nee, ja, dus het is veel meer dan dit. Uiteindelijk moest het zo eenvoudig zijn, dan... Die gaat niet, denk ik. Gaat die niet? Ah, kun je dat maar horen? De lezing geven. Ah, alstublieft. Ik denk dat wij vandaag wilden winnen, dat was duidelijk. Ik denk dat we aan de rust 70% balbezit hadden. Kansen gecreëerd, niet scherp genoeg, vond Simon vandaag stilletjes aan weer zijn oud niveau terugvinden. Hij deed pijn aan de tegenstander, alleen hebben we er te weinig mee gedaan. Zijn voorzetten, zijn soms goede voorzetten, waren we nooit aanwezig, onvoldoende aanwezig. De tweede helft misten we er een aantal, waar we dan wel in positie waren. Dus ja, negatief punt vandaag is het feit dat wij 2-0 moeten maken en dat de wedstrijd dan gespeeld is. Je weet, als je dat niet doet, dan loop je altijd het risico dat de tegenstander een keer uitbreekt of een afstandsshot of een fout achterin en dan betaal je dat cash. Gelukkig valt die bal nu op de lat, maar ik denk niet dat het verdiend ging geweest en was het hier 1-1 geweest, maar oké. Okay. Dat is voetbal en dat kan, dus dat is iets waar wij toch werk moeten van maken om wedstrijden af te maken. Balbezit alleen is niet voldoende. Je moet de mogelijkheden die er zijn, die moet je afmaken. En dat hebben we te weinig gedaan. Khalifa met zijn invalbeurt heeft laten zien dat hij wel iemand is die, ja, die heel cool afwerkt en die altijd doelgericht is. Dat laat hij ook zien op training. Hij is jammer genoeg in de voorbereiding lang oud geweest. Dus hij is nu stilletjes aan op niveau aan het komen. Tweede keer ingevallen. Maar hij laat zien dat wij in de toekomst wel meer van hem kunnen zien. En ik ben ervan overtuigd dat hij ook veel zal scoren dit jaar. Dus al bij al tevreden met de 3 punten. Maar oké, het is een beetje... Ja, het gevoel is weer wat dubbel. Hè. Het enige waar ik wel tevreden over kan zijn, is dat wij, als we weer al eens dom balverlies leden, dat we hem ook heel snel terug hadden in veel gevallen. Kums heeft ongelooflijk veel ballen gerecupereerd. Die was alomtegenwoordig. Een voorbeeld van wat een kapitein voor een team zou moeten zijn, ook op werkkracht. En ja, ik denk dat dat zeker een positief gegeven is.
En voor de rest ja, afwerken, hè. Kansen afwerken, eindpas beter. Zo'n wedstrijd moet je sneller beslissen. Oké, we gaan het hierbij laten. Zo dadelijk krijgen de mensen van de pers nog de gelegenheid om vragen te stellen. Voor het gebeuren in het stadion nemen we hier afscheid en spreken we af voor de volgende thuiswedstrijd. Graag tot dan. Zijn er vragen voor?